In het kader van 800 jaar stad is het platform tegen armoede de Rechtstede op zoek naar mensen die iets doen voor anderen. Op 8 middagen gaan Ilse van Via Cultura en Job op safari in de Dordtse wijken. De route is onbekend en de ontmoetingen zijn spontaan. We zijn hier bij het tuinhuis. Een markante plek in Sterburg. Volgens mij komt al meteen iemand aan. Hallo. Hallo, goedemiddag. Wij zijn op zoek naar mensen in Dordrecht die iets bijzonders doen voor anderen, als vrijwilligers. Het tuinhuis is vorig jaar juli, 5 juli 2020 opengegaan, officieel. Met de bedoeling om als een soort buurtfunctie, waar mensen samenkomen om elkaar te ontmoeten, koffie te drinken, onder het genot van een gebakje eventueel. Alleen het is iets verder uitgegroeid dan dat we zelf hadden gedacht. Het ziet er geweldig uit. Maar jij bent een vrijwilliger. Ben jij ook een vrijwilliger? Al 6 jaar. Ja, nee, klopt. Ik ben vrijwilliger. Nou, geweldig. En wat doe je hier zoal? Nu doe ik de bar draaien. Ik maak koffie en we nemen bestellingen op. Maar ik help ook mee als de maaltijden gemaakt moeten worden. En ik kan snijwerk en dat soort dingen, daar help ik ook wel mee. Hoeveel vrijwilligers zijn hier? We hebben ruw geschat tussen de 50 en de 55. Zo. Ja. Waarom ben jij vrijwilliger? Ik ben per toeval vrijwilliger geworden. Per toeval. Ik ben in 2011 afgekeurd. En zat toen thuis. En een jaar nadat de vader van mijn kinderen overleden was, toen had ik zoiets van, ik moet iets gaan doen. Ik werd gek thuis. En ik liep in het winkelcentrum, want toen zat Stichting E-Wheels nog in het winkelcentrum. En daar hing een vacature van Milko. En toen ben ik naar binnen gelopen. En ik ging vragen stellen van, hoe zit dat? Hebben we niet een taxipas nodig? En die zei van, heb je geen zin om bij ons vrijwilliger te worden? Met de insteek van, ik zeg ja, maar het zal wel niks worden. Dat is altijd zo geweest. En in december van dat jaar 2014, toen kreeg ik een mailtje, kom je gezellig langs. En jouw rol naar de andere vrijwilligers toe? Zorg ervoor dat je je eigen thuis voelt. En dat lukt? Dat lukt. Ja, het is één grote familie hier dus. Ik voel me eigenlijk wel een schakel tussen mensen. Ik praat heel makkelijk met mensen die op het terras zitten. Vraag ook waar ze mee zitten, hoe het met ze gaat. Zeker als ze wat vaker terugkomen. Je krijgt een band met die mensen. En die mensen die hebben toch wel het idee zo van, ik word gehoord. En als je dan iemand anders erbij hebt, die toevallig ook alleen is, dan zeggen we ook van, toch gaan ze een praatje met elkaar maken. Dus wij zorgen wel dat die connectie er komt. Wat je meegemaakt de laatste jaren, hoe je met je zak op as gezeten. Hoe ver is dat dan belangrijk voor de rol die je hier vervult? Als je weet hoe eenzaam je eigen kan voelen, hoe alleen je eigen kan voelen, hoe machteloos je eigen kan voelen, dan kan je eigen zo verplaatsen in mensen. Helpt het je ook om mensen een goede kant op te sturen? Ja, voor hun 50ste verjaardag, toevallig heb ik daar nu een reservering van. En die mensen die komen ook veel, ik heb maar zoveel, kunnen we er wat mee? En dan ga ik rekenen en dan ga ik rekenen en dan ga ik dingen voorstellen en dan zeg ik veel, we halen het gewoon maar 15 tientjes en dan kan je toch een leuke middag hebben. En die mensen zijn blij. En het enige wat ik zoiets heb van, weet je, die mensen zijn blij. En als die mensen blij zijn, dan heb ik gewoon voldoening. Ja. Dus ik denk, we hebben hier een parel. Dus toeters bellen.